63,4% van alle leerlingen die hebben deelgenomen aan het MULO-eindexamen hebben de eindstreep behaald. De verschillende MULO-scholen in Suriname hebben vandaag de uitslag van het eindexamen bekendgemaakt. Onze nieuwsdienst nam een kijkje op de WSR Ritveldschool, waar de uitslag zorgde voor veel blije gezichten. Slechts 4 leerlingen hebben de eindstreep niet behaald en 10 hebben een herkansing. Het examenbureau heeft aangegeven dat van de ruim 5300 examenkandidaten ruim 3300 direct zijn geslaagd. 1407 leerlingen mogen herexamen maken. Het slagingspercentage van het eindexamen is in vergelijking met de afgelopen 7 jaren drastisch toegenomen. In 2021 was het slagingspercentage op 57,7% en in 2020 was het slagingspercentage 58,5%. Voor wat het herexamen betreft blijkt dat in vergelijking met de afgelopen 2 jaren dit jaar minder leerlingen het herexamen hoeven te maken.